Maar ik hou ervan, ik kijk hoe de spelers hun penalties nemen. En dan bepaal ik de volgorde en ook wie de eerste is en wie de tweede is. Alleen het probleem is, juist, op het moment dat die penalty genomen moet worden... hebben spelers niet altijd die verantwoordelijkheid... En durven die penalty niet te nemen. Dat was bij het WK Vlaar zo. Moest in, bij ja. het WK ja. ook een penalty nemen... omdat anderen, die waren uitgezocht, niet durften. Ja, dus we hebben dat fragment hier. En je spreekt hem ook toe. Je ziet met een aantal spelers praten. Je gaat ook naar Vlaar toe op een gegeven moment. En je spreekt hem aan. En volgens mij, ik weet niet wat je... Ik weet niet, wat zeg je? Ik vind dat Ron Vlaar een hele goede traptechniek heeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij een penalty kan nemen. Dat is heel wat anders. Maar als er zoveel spelers bang zijn om een penalty... wil ik liever iemand die vertrouwen heeft. Ja. Dus dan ga ik in dit geval naar Ron toe. Omdat hij een goede wedstrijd had gespeeld. Ja. Dus... Hoe voelde dat toen? Was het fijn? Of was het... Nee, dat was niet fijn. Nee, er staat zoveel druk op. Ik kan me niet eens voorstellen, dit was in de WK. En dan, weet je, dan staat er nog meer druk op. Maar gewoon iedere penalty die beslissend is... in de bekerfinale of wat dan ook, er staat zoveel druk op. Maar ik heb het idee dat jij daar niet zoveel moeite mee hebt. Ja, Ron, ik weet niet je hebt, hoe lang je hebt spelers gelezen? Die daar minder moeite mee hebben. Maar je hebt ook heel veel spelers die dan in één keer inderdaad niet meer durven. Nee. Kijk, dan heb je wel een probleem. Heb je hem wel eens teruggezien, Don? Jawel. Ja. Ja. Kan je... Doe, het is lang geleden en uiteindelijk een fantastische prestatie daar gehaald. Hier had je natuurlijk meer gewild. Maar kan je iets beschrijven nu, met in retrospectief, als je erop terugkijkt, hoe die druk toen was? Nou, dat is meer erop terugkijkend, zeg maar. Op dat moment, doe je gewoon je ding en wil je je ding goed doen. Maar heb je hartkloppingen? Of heb je... Nee, dat kan ik me niet herinneren. Kramp in je benen? Nee, ook dat niet. Wel een moment wat ik gewoon niet terug kan halen, zeg maar. Op het moment dat ik die bal neerleg totdat ik hem eigenlijk schiet. Dat weet je niet meer? Nou ja, nee, eigenlijk is een black-out. Omdat, ja, waarom? Ja. Spanning toch? Spanning, ook, zeker. Ja. Ja, maar hij was niet aangewezen. Ja. Hij was nummer 7 of zo. Hè? Ja, nee, tegen Costa Rica was het al anders. Toen kwam Klaas erin en toen nam hij er een. En dus ik had wel verwacht dat ik er één zou moeten nemen. Ja. Maar ik had niet verwacht de eerste eigenlijk. Nee. Dus het is al überhaupt wat dat hij daar ging staan. Ja, dus omdat er een aantal zijn die dus niet durven... Ja, dan kom je bij een ander. En die voelt dan wel meteen die druk ook toenemen. Als je van tevoren dat allemaal weet... denk ik dat je daar beter mee om kan gaan... Maar het blijkt ook dat die druk op dat moment groter wordt. En dat sommigen gewoon... Nou, ik heb nog een keer een finale verloren. Waar was dat? 96 Rome. Ja. Siloy en David moest smeken om die penalty. En hij was ook niet aangewezen. Maar die anderen, die nooit bekend zijn geworden... Hè, en dat is het lullige... He, want Siloy mist en Ron Vlaar mist. Maar die anderen, dat maken we niet bekend. Maar die wilden ook niet. Die zijn eigenlijk veel erger, want daar hebben we mee gesproken voor de wedstrijd enzovoort. Spreken die spelers dan aan na de wedstrijd op hun verantwoordelijkheid? Of laat je dat dan lopen? Nou, op dat moment niet, maar wel altijd wel na de wedstrijd. Evaluatie. Ja. Maar dat is zo persoonlijk. Dus ik probeer dat... dan niet in de groep te doen, dan laat ik ze op mijn kamer komen. Nou, maar ik vind... dat weet niemand eigenlijk, wie die 5 waren. Nee. Maar het is ook lastig, want hoe vaak ben je op zo'n moment... met die spanning, als ik naar mezelf kijk... zo'n wedstrijd heb ik niet op dat niveau zeg maar, gespeeld... Dat je daar vaker mee geconfronteerd bent, dat je daar een ervaring mee hebt... dat je dat meeneemt of wat dan ook. Maar wat Mark zegt in zijn korte analyse van jullie strafschoppenserie... is oké, de keeper heeft een bepaalde voorbereiding gehad. Die weet onder andere wat jullie spelers doen. Voor de spelers geldt natuurlijk ook dat hij kan kijken van... oké, wat doet die keeper over het algemeen? Heeft hij een punt dat hij zegt van... nou, als je daarin net iets meer verdient, maak je de kans groter dat je wel scoort? Tuurlijk, dat zijn allemaal details. Maar is dat gebeurd? Weet je dat bij jullie, bij AC? Nee, niet dat ik weet. Ook niet... Kijk, we hebben een aantal spelers die gewoon echt goed een penalty binnen kunnen schieten. En dat is op dat moment niet gebeurd. Nee. Simpel zat. En dat is een negatieve ervaring die iedereen ook weer meeneemt naar een volgende keer. Die tweede die uiteindelijk wel binnen schiet, Teun, dat was niet eens een hoek volgens mij. Dat was gewoon een streep. Dus ja, dat die dan net over zijn stand mee gaat, dat is dan toevallig, denk ik.
Maar ja, uiteindelijk maken dat soort ervaringen denk ik wel sterker. En neem je dat mee en probeer daarin zeker vastigheden te keren. En die beelden die net getoond zijn, ik denk dat dat voor ons wel heel waardevol is.